We blijven een beetje bij de Afro-samenleving, maar dan maken we een shift van Afro-Surinamers naar Zuid-Afrika, waar we gaan praten over de geboortedag van Nelson Mandela. En in de studio staat de heer Waldo Samson. Goedemorgen, meneer Samson. Correctie, mijn voornaam is Waldi Waldi. en mijn familienaam is Simpson. Simpson, nou dat Ja. hebben we, dat Shakespeare, excuses. zoals hij nog in het leven was, zeggen: What's in a name? Nou, heel veel hè. Heel veel. Nee, het is natuurlijk goed als we de namen correct uitspreken. De heer Waldi Simpson, goedemorgen. Welkom in Mantintaki. Een reuze goedemorgen ook aan alle kijkers van het programma Mama Tintaki. Ja, we praten over de geboortedag van Nelson Mandela. En dat is best wel een groot icoon, hè? Ja, best wel. Hij is als mens en als vrijheidsstrijder uitgegroeid tot een icoon. De wereld kan niet om hem heen, gegeven het bijzondere dat hij gedaan heeft. Ja, als we toch even de geschiedenis kunnen induiken, heer Simpson. Het werk dat de heer Nelson Mandela gedaan heeft, vooral in Zuid-Afrika. We gaan dan even terug naar een tijd waar er sprake was van apartheid, zoals men dat toen kende. Ja, wat zijn toch wel zaken waarvoor de heer Mandela heeft gezorgd? Apartheid, dat is een systeem waarbij heel systematisch verschillende rassen gescheiden worden, gehouden van elkaar. En dat was een immens probleem in Zuid-Afrika. En Nelson Mandela, als lid van de politieke vereniging ANC, heeft daar een levenstaak van gemaakt om tegen te strijden. En ondanks heel veel strubbelingen, is het hem toch gelukt om zijn doel te bereiken. Ja, als we weten dat hij onder andere ook gevangen zat, jarenlang, onterecht natuurlijk. Ja, meerdere gevangenisstraffen die hem zijn opgelegd, zijn uiteindelijk opgevolgd geworden door een levenslange gevangenisstraf. Hij zou dus niet levend meer uit het gevangen komen. Maar het is Gods werk geweest dat hij na 27 jaar vol ellende in het gevangen een vrij man is geworden. Die ook heeft kunnen ervaren dat de apartheid niet meer zou bestaan in Zuid-Afrika. Ja. En als we het kunnen brengen naar het werk dat de heer Mandela toen heeft verzet naar anno 2023, als we op de eerste plaats wereldwijd rondkijken, heeft het toch wel zijn vruchten afgeworpen. Jawel, de wereld is wakker geworden. Het zou aanvankelijk ondenkbaar zijn dat wat Nelson Mandela heeft kunnen bereiken, bereikt zou kunnen worden, gegeven de omstandigheden die er allemaal heersen in Zuid-Afrika. Desalniettemin heeft God een helpende hand toegereikt aan hem en de zijnen. Om een systeem dat kwellend was voor Zuid-Afrika te veranderen in een volledig democratisch Zuid-Afrika. En dat is een belangrijke trigger geweest voor de wereld. Ja. Als we kijken naar ons geliefd land Suriname, heer Simpson, zijn Surinamers wel bekend met de heer Nelson Mandela en wat hij toch wel allemaal heeft gedaan? Ik heb geen onderzoek verricht, maar er is wel een mate van zekerheid waarmee ik kan zeggen dat de grote zaken rond Nelson Mandela niet al te bekend
zal kunnen zijn in Suriname. Mm-hmm. De generatie waaruit ik afkomstig ben en 1 tot 2 generaties daarvoor, die kunnen Nelson Mandela en zijn werk nog heel goed kennen, maar ik betwijfel het als de generatie die nu en daarna komen zal, qua leven, goed bewust is van wat het goede is dat Nelson Mandela gedaan heeft. En daar ligt er een taak voor mij, om als ambassadeur van het Nelson Mandela Museum via mijn kunst aandacht de zaak rond Nelson Mandela levend te blijven houden. Ja. En hoe doet de heer Simpson dat? Oké, via mijn kunst voornamelijk. Een belangrijk thema dat ik behandel als kunstenaar is pakweg zaken rond Nelson Mandela. En die draag ik uit overal waar ik ter wereld mag komen. Mm-hmm. Dus zodoende hou ik via het kunstpoortje de zaken rond Nelson Mandela levend. Ja. Waarom heeft u toch daarvoor gekozen? Oké, ik heb voor de goede orde diverse andere beroepen die ik mag uitoefenen. Maar de grootste trek aan mij wordt gevormd door het beoefenen van mijn kunstenaarschap. Mm-hmm. Waarmee ik al zeker 38 jaar bezig ben. En gaandeweg die rit ging ik ontdekken dat ik steeds meer koos voor het kunstenaarschap. En vandaag aan de dag is het al een poosje dat ik uitsluitend van het uitoefenen van mijn beroep als kunstenaar leef. Ja, en waarom vindt u het zelf toch persoonlijk belangrijk om Nelson Mandela zo uit te dragen? Oké. In Suriname natuurlijk, voor onder andere. Oké. Als inspiratiebron is hij bijzonder belangrijk voor de wereld. Niet alleen maar voor Zuid-Afrika dus, maar ook voor de hele wereld. En aangezien ik hem als jongen van 4, 5, heel stelselmatig begon te volgen, heb ik steeds meer van het goede rond hem als mens en als vrijheidsstrijder kunnen ervaren. En dat inspireert me tot het maken van kunst die ik op mijn beurt weer overdraag aan mijn medemens, waardoor die ook geïnspireerd kan raken. Ja. Een van de heer Mandela zijn voornaamste doelen was niet dat blanken beter zijn dan zwarte, maar ook niet dat zwarte beter zijn dan blanken. En toch wel gaan voor die eenheid, dat de mens prima, gelijk is. Prima, gelijkheid moest volgens hem prevaleren. Mm-hmm. Het gaat niet om dat het ene ras belangrijker is dan het andere, maar we zijn allemaal even gelijk aan elkaar. Daar ging hij voor. Hoe kunnen wij dat terugzien in uw kunstwerk, de verschillende werken die de heer Mandela heeft gedaan? Oké, in diverse vormen, omdat ik lekker veelzijdig bezig ben als kunstenaar. Via poëzie, via beeldende kunst, via allerhande vormen van kunst die ik beoefen. Beeld ik het thema Nelson Mandela en daarom gerelateerde zaken heel goed uit. En de basis van prijsvragen waarvoor ik nu bij jou in het programma ben, zal gevormd worden door een gedicht dat ik geschreven heb en opgedragen heb aan Nelson Mandela. Het gedicht heb ik na een hoop jaren van hem volgen mogen schrijven nadat ik het 594 pagina's tellende boek van zijn hand zelf, De Lange Weg naar de Vrijheid, heb gelezen en letterlijk en figuurlijk werd geïnspireerd tot het schrijven van het gedicht dat de titel Hoop draagt. Gelukkige omstandigheid is dat het gedicht bijzonder goed ontvangen werd in Zuid-Afrika. En men heeft direct gevraagd om een vertaling ervan in het Engels. En een bijzondere setting
ervan, waardoor die als kunstwerk op zich opgenomen kon worden in de collectie van kunstwerken van het Nelson Mandela Museum in Zuid-Afrika. Nou, dat was een eer waaraan ik invulling zou moeten geven. Dus het uiteindelijk product is geworden, vertaling in het Engels van het gedicht, afgedrukt op zeer oud papier, perkamentpapier, Egyptisch papier. En hij is dan gevat in een zwartkleurige lijst en is ook bijzonder, bijzonder, bijzonder goed ontvangen door het Nelson Mandela Museum in Zuid-Afrika, waardoor hij een waardige plaats heeft gekregen in de collectie van kunstwerken. Ik ben best wel trots op u, zei toch, de meneer Simpson? Het zal wel mogen. Dat in het moederland zelf van de heer Mandela men uw gedicht heeft gewaardeerd. Jazeker. Ik heb ook in de collectie van kunstwerken van het museum een bijzonder stuk glaswerk dat ik gemaakt heb en opgedragen heb aan ANC en aan Nelson Mandela. De titel van het kunstwerk is Amandla. En Amandla is niets anders dan Zuid-Afrikaans voor vrijheid. En tevens ook de strijdkreet van het ANC dat een hele poos geleid is geworden door Nelson Mandela. Het museum wordt bezocht door minimaal 1,1 miljoen man per jaar van verschillende bestemmingen ter wereld. Dus de naam Simpson klinkt toch wel vanuit die kant als Suriname. Is dit uw tweede kunstwerk voor het Mandela Museum? Nee, er is nog meer op komst. Maar daar wil ik nog even over zwijgen. Totdat de tijd daarvoor aangebroken is dat ik naar buiten mag treden daarmee. Is dit kunstwerk met uw gedicht al te bezichten in Zuid-Afrika? Jawel. Met de Engelse vertaling? Ja. Al sinds 2008. Okay. Dus zeker 15 jaar al. Ja, en Suriname? Wanneer mag Suriname ook daar? Kennis al Suriname, of voldoende kennis al Suriname in dit project, of via dit project kunnen maken met het gedicht. Het gedicht dat zal gepresenteerd worden via bepaalde uitgangen, social media uitgangen, mijn website, En daaraan zijn er 5 zeer laagdrempelige vragen gekoppeld, die als die goed beantwoord worden, recht geven op een van de 105 prijzen die gewonnen kunnen worden. Ja? Oké. Ik heb het gedicht ook. Ja, maar natuurlijk, daar gaat het om, hè? Dat gedicht. Dus dat zal sowieso. Ik wil dit eigenlijk toch wel even aan het eind laten om het voor te lezen. Maar de geboortedag van Nelson Mandela, voordat we naar het gedicht gaan, wanneer is dat zelf, de heer Simpson? Dat is op 18 juli aanstaande. Oké. Okay. Vandaar dat er een verloop is van zaken met als climax de 18 juli aanstaande. Waarop de 150e geboortedag van Nelson Mandela wereldwijd herdacht zal worden. Ja, is er op die dag zelf iets speciaals dat in Suriname gedaan zal worden? Het is volgende week dinsdag, als ik me niet vergis, toch? Ja, volgende week dinsdag zal het zijn in de vorm van deze prijsvraag, in de vorm van diverse artikelen die zullen verschijnen, ook in de media, via mijn website, via sociale media, zal er toch wel aandacht geschonken worden aan deze grote vrijheidsstrijder. Ja, nou dan aan u de gelegenheid nu, heer Simpson, om toch wel uw gedicht voor te doen. Oké, prima. Het gedicht draagt de titel Hoop. Mm-hmm. En ik ben aan die titel gekomen omdat hoop een essentieel karaktereigenschap geweest is van Nelson Mandela. Mm-hmm. Zonder in zijn pakket enorm veel hoop te hebben, zou hij niet in staat zijn geweest om
wat hij allemaal als mens en vrijheidsrijder heeft kunnen realiseren. Oké. Hoop. Geen nut om af te tellen. Daaraan komt toch geen eind. Hakken en daarbij sterven leek wel uw lot te zijn. Een boom met oude wortels, met een tronk diep in het stof. Weer eens groeiend in ellende bleek u echter te zijn. Uw blik bleef u steeds werpen, aan uw zich daar was geen eind. Apartheid is krankzinnig, gelijkheid moet er zijn. Uw droom, meneer Mandela, goed verankerd in de hoop, die zonder eind zou blijken, uw droom werd werkelijkheid. Dat was de declamatie van het gedicht dat ik heb mogen schrijven en op mogen dragen aan Nelson Mandela. Als zijnde vrijheidsstrijder en eerste president van Zuid-Afrika van 1994 tot 1999. Kort daarna dat hij in vrijheid was gesteld van zijn levenslange gevangenisstraf, heeft hij de verkiezingen die daarna gehouden zijn met grote glans gewonnen en is zodoende dus de eerste president van Zuid-Afrika van niet-blanke ras kunnen worden. En die verkiezingen waren geheel representatief, democratisch en non-raciaal. En onze man, die ook liefkozend als stamnaam heeft, Madiba, die is overleden op 5 december 2015 in Zuid-Afrika. Ja, ja. U kreeg uw inspiratie uit het boek dat de heer Mandela zelf had geschreven. Heer Simpson, wat ging er toch bij u om bij het schrijven van zo'n gedicht? Ik heb letterlijk en figuurlijk aardig wat tranen moeten laten tijdens het lezen van zo'n dik boek. En de omstandigheden die haast onmenselijk waren, waaronder Nelson Mandela heeft moeten verkeren. En die hebben een proces in mij tot stand gebracht waar ik heel gemakkelijk het gedicht wegschrijven kon. Ik heb daarbij gelukkig veel tot alle belangrijke omstandigheden mee mogen nemen in het gedicht, die treffend zijn om hem een goede schets te geven van de man in zaken. En ik ben blij dat God mij bijgestaan heeft tot het mogen schrijven van het gedicht. Ja, nou goed, heer Simpson. Nou, ik wil u toch wel bedanken voor uw komst. Als we praten over het project waarbij mensen prijzen kunnen winnen, hoe geschiet dat toch wel? Oké, via de verschillende ingangen die ik genoemd heb, mijn website, mijn Facebookpagina, mijn WhatsApp-account, de media, samenwerkende organisaties zoals het Instituut van Opleiding van Leraren, FACO, Boekhandel, CCS, verschillende scholen en bibliotheken. Via hun Facebookpagina en of hun website zal het gedicht gepresenteerd worden samen met de vragen. Nou, de vragen worden beantwoord en via mijn WhatsApp-account naar mij gestuurd, waardoor er een beoordeling van de inzendingen zou kunnen geschieden. En op grond daarvan de prijswinnaars bepaald zullen worden. En dan volgt de fase waarin de prijswinnaars bekend zullen gemaakt zullen worden. En daarna volgt de
stap van in ontvangst nemen of krijgen van hun gewone prijzen. Wanneer begint, vanaf wanneer kunnen mensen zich opgeven of voor het beantwoorden van de prijzen? Oké, een samenloop van omstandigheden zal maken dat het materiaal via mijn website en via de Facebookpagina's en website van de samenwerkende organisaties geplaatst zal worden vanaf aanstaande woensdag, donderdag. Nou, dan mag het beginnen. Mm-hmm. En, het einde van de inzendingen zal zijn 25 juli aanstaande. Okay. En daarna volgt de fase van beoordeling en bekendmaking van de prijswinnaars. Misschien een tipje van de sleur, wat zijn enkele van de prijzen die gewonnen kunnen worden? Een speciale afdruk van het gedicht. Okay. In kleur gevat, een foto waarop ik poseer met Nelson Mandela en zijn nog levende vrouw, Graça Machel. Een exemplaar van een magazine waarin ik voor het eerst bekend maak dat deze prijsvraag zal komen. En waarschijnlijk nog één onderdeel dat toegevoegd zal worden aan het pakket aan prijzen. Ik denk alvast dat dat exemplaar een van de grootste dingen is waarvoor mensen zullen gaan. Oké. Ja. Worden de prijzen willekeurig uitgekozen of verdeeld onder de winnaars? Nee, elke winnende inzending heeft recht op, zal recht hebben op een prijs. Mm. Toch? Okay. En het maximum aantal prijzen is 105. En er is een mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal prijzen. Oké, nou goed. Dus iedereen kan aan zijn trekken komen. Of velen dus, velen. Ja, nou goed, heer Simpson, hartelijk bedankt voor uw komst naar de studio. En alvast succes straks met het project van inzendingen, maar natuurlijk ook uw andere kunstwerken die u presenteert en maakt. Oké, ik dank u zeer voor uw woorden. En wil de kijkers van het programma dat je daarnet verzorgd hebt heel hartelijk bedanken voor het luisterend oor en het kijkend oog dat ze gericht hebben naar mij. En ik dank ze zeer dat ik ze mocht informeren over het project en hoop de vruchten van de informatie terug te zien in de deelname. Ja. Aan de prijsvraag. Ja? Oké. Aanstaande woensdag of donderdag, dat is dus 12 of 13 juli, dan mag u meedoen aan de inzending om in aanmerking te komen voor een prijs. En dat heeft te maken met een Nelson Mandela prijs. Een van de grote zaken is dus natuurlijk het gedicht geschreven door de heer Waldy Simpson. Mandela, de geboortedag van Mandela wordt volgend week dinsdag 18 juli herdacht en dat is dan zijn 105e geboortedag.